Don't stop. Don't stop. Okay. Hey guys. Welkom bij Wekdier. Hallo, hallo. De week van 20 februari tot aan 26 februari. Het was met weekje wel. En om de volgende reden. Ik heb een videoclip opgenomen. Die gaan jullie heel snel kunnen zien. Maar het was met weekje ook wel. Omdat ik maandag te horen kreeg waar ik naartoe ging met de nieuwe Wonderreis. Zoals jullie misschien wel weten ben ik afgelopen jaar, december 2016, ben ik met Saske ben ik naar Curaçao geweest met Wonder. Dat is een online reisprogramma. Inmiddels zijn alle afleveringen online gekomen van in Curaçao. En heb je afgelopen vrijdag kunnen zien dat Sas en ik hebben gewonnen. Yay! Wat betekende dat we nog een keer op reis mochten. En dit keer tegen Sophie en Kai moesten strijden. Waar we naartoe gingen en wanneer, dat wisten we niet. Inmiddels kan ik vertellen dat als je dit ziet, ik waarschijnlijk in het vliegtuig zit. Weer op de terugweg naar huis. Ik ga dan ook nog niet vertellen waar we naartoe zijn geweest. Maar ik ga jullie wel eventjes het enthousiasme laten zien van Sas en mij van die dag. Ladies and gents, ik voel me een beetje Pippi Langkous. Waarom gaan die vlechten niet gewoon naar beneden, zeg maar? We gaan zo naar de zijkant, dat kan echt niet. Saskia en ik. We zijn bij Animal. Ja, als jullie dit zien is dit al bekend geworden, maar wij hebben de Wonderworld Battle gewonnen. Wat betekent dat we nu gaan strijden tegen Kai en Sophie? En dat is echt super leuk. Maar we hebben vandaag weer een Destination Challenge. Alleen gaat er heel anders uitzien dan de vorige keer. Want we moeten namelijk naar de Flight Academy in Lelystad. Ja. Ja, ik heb er wel zin in, want ze hebben daar ook flight simulators. Ik dacht al dat we zoiets zouden gaan doen. Ik hoop het. We weten het niet zeker. En we gaan er vandaag achter komen naar welk land we gaan. En het wordt nog veel beter, want we gaan zondag gaan we al weg. Ja, het is echt bizar. Echt gewoon ik over heb 6 dagen. Vrijdag heb ik bestelling gedaan bij H&M voor zomerkleding en winterkleding. Oh no. En dan stuur ik terug, laat maar zeggen, als het een warm land is, dan stuur ik winterkleding terug. We weten gewoon niet waar we naartoe gaan. Oh, ik vind het wel spannend. Maar dat is dus wat we vandaag gaan doen. We zijn bij de Flight Academy. Ik ben heel benieuwd wat we hier gaan doen. Ik ook. Zo spannend. Je kan wel merken dat ik er een beetje uit ben met de vloggen. Ik heb helemaal niks gefilmd van de opname. Maar, jongens, we weten waar we naartoe gaan. Oh. Waar gaan we naartoe, Saske? We gaan naar... Yeah! We gaan, de ene helft is al weg, maar we gaan naar... Met Sophie! En met Kai. En Kai is al naar huis. Nee. Kai is paardenpoepen. En met Rick en Rianne. En met Michael en Florian. Dat wordt heel leuk. Sophie is nog nooit in geweest. Ik ben nog nooit geweest. Ik ben 1 keer bij Europa geweest. Saskia is nog nooit geweest. Een keer in Turkije, maar dat doen we ermee op. En het wordt heel erg leuk. Ja, het wordt echt super tof. Zin in. Ik heb echt, ik ben zo excited. Ik hang nog bijna geen scheurkalender op. Nu is het zeg maar dat ik alles wat ik doe, dat zeg maar, zondag is het pas. En dan elke dag dan... Maar zondag is het pas. Oh, bedoel ik. We weten het vandaag. En we gaan al over 6 dagen. Ik glim echt als een mannen. We gaan naar huis. Het is laat. Het is echt al bijna 9 uur. Hoe ga je thuis doen? Slapen. Serie kijken. Misschien een beetje werken. Werken? Desken. Ik heb nog niet zo heel veel gedaan vandaag. Behalve dit. Nou, zo als ik het wil. Ja, dag. Mocht je het leuk vinden, ik zet een linkje in de beschrijving. Dan kan je alle afleveringen terugkijken van onze Curaçao-reis tegen Gio en Jieltje. En dat was de maandag. Toen, op woensdag, heb ik een clip opgenomen. En daar heb ik niet bij gevlogd. Ik heb me volledig gefocust op het opnemen van de clip. Dat werkte zo lekker, maar Sas en Alwin hebben een making-of gemaakt. Die komt eraan zodra ook de clip natuurlijk online staat. Ik heb wel alvast wat foto's voor jullie. Dus bijvoorbeeld deze, en deze, en deze, en deze. Oh my god. Ik ga nog niet vertellen voor welk liedje het is, maar je kan hem wel al kennen als je bij mijn Tivoli shows geweest bent. Ik heb er zoveel zin in, het wordt echt fantastisch. En het wordt dus weer een EP met 3 liedjes. En als het goed is, ook 3 clips. Maar eerst even focussen op die eerste clip. Ik zal in de aankomende week bekendmaken wanneer die precies online komt. Dus hou mijn Twitter en Instagram in de gaten. En dan ben je er misschien als allereerste bij. Voor de rest heb ik deze week niet zo heel erg veel gefilmd. Want ik was dus een soort van aan het afronden dingen en aan het voorbereiden dat ik op reis ging met Wonder. Dus het leek me handig om eventjes wat vragen voor jullie ook te beantwoorden. Namelijk, er is 1 vraag heel veel gesteld de laatste tijd. En dat is, waar is Mert? Hij komt niet meer in je vlogs voor. Waar is die? Vertel het me. Dus dat ga ik je nu laten zien waar Mert is.
Wow! Wow! Oh, ik weet niet of je je nu ziet, omdat het komt. Fucking weirdos. Rustig maar jongens, ik vlog gewoon iets minder thuis. En daardoor zie je Mert ook wat minder. Maar als ik ergens naartoe ga met Mert, zal ik echt wel filmen. Ik vind het gewoon lekker om wat meer privé te hebben. Het bevalt heel goed. Maar zoals je kan zien, zijn we nog steeds even gek. En zijn we nog steeds samen, dus nergens zorgen voor nodig. Aangezien ik dus niet echt zeg maar iets heb verder van vlogs om te laten zien, wilde ik deze weekdieraflevering afsluiten met een unboxing. Ik heb net twee pakketjes binnengekregen met de post, allebei zelf besteld, van Hema en van Weekamp. Die ga ik nu samen met jullie uitpakken. Sorry dat het zo donker is trouwens, mocht het donker zijn op de camera. Maar het is gewoon overdag en het ziet er buiten uit alsof het nacht aan het worden is. Dus dat maakt me extreem gelukkig. Als jullie dit zien, ben ik alweer terug van de wanderreis. Maar als ik dit opneem, heb ik er erg veel zin in nu op dit moment om weg te gaan uit Nederland. Oké, de pakketjes zijn ook trouwens allebei voor op reis. Allereerst het Hema pakket. Ik heb een schaar nodig. Normaal liggen hier twee scharen en nu kan ik ze gewoon allebei niet vinden. Dan maken we maar open met een mes. Ik bestel dus gewoon echt heel graag dingen bij de Hema, omdat ik lui ben. Het is een rijstandenborstel. Ja, het zijn niet hele baanbrekende dingen die ik ga laten zien. Al zit er wel ook een badpak bij, dus dat is wel leuk. Maar een rijstandenborstel vind ik altijd wat chill om te hebben. Een travel set met twee van die flesjes waar ik dan shampoo in kan doen of iets anders. Ik heb wel een soort van speciale shampoo die ik altijd moet gebruiken van Zarka. De enige shampoo die mijn hoofd uit onder controle houdt. Dan koop ik vaak van die flesjes en dan hoop ik maar dat ze niet gaan lekken. Maar dan hoef ik in ieder geval niet die grote fles mee te nemen. Dan heb ik hier Sunmilk. Oeh, waarom is die zo vies? What up, Hema? Kan je dit zien? Het is helemaal vies aan de zijkanten van het plastic. Factor 50, want ik ben een blanke bitch. En ik verbrand echt super snel. Dus ik moet me goed insmeren. En dit is gewoon van die zonnemelk. Ik vind Hema een fijn merk. Het is dierproefvrij. Ik hou zo van de geur van zonnebrand. Doe me gewoon altijd denken aan vakantie. Volgens mij is het helemaal niet echt een hele lekkere geur. Maar ik vind het gewoon heel lijp. Omdat het doet me gewoon denken aan de zon. Ik hou zoveel van de zon. Dan, dit heb ik nog nooit geprobeerd. Tenminste, ik heb wel eens scheergel geprobeerd. Maar nog nooit in zo'n kleine verpakking. Dus ik ben benieuwd of er niet heel veel uit gaat komen. Maar dit is een kleine mini voor scheergel. Dus als ik me wil scheren. Vroeger scheerde ik mijn benen dus altijd zonder scheergel, dus scheerschuim. Maar toen op een gegeven moment dacht ik van, misschien als ik het met scheergel of scheerschuim doe, dan heb ik niet constant allemaal rode plekjes op mijn benen. En toen heb ik het geprobeerd en toen ging er echt een wereld voor me open. Toen dacht ik, wow, wat heb ik gedaan mijn hele leven? Waarom heb ik dit nooit eerder geprobeerd? Dus scheergel. Oh, ik heb nog zo'n travel set gekocht. Ik weet helemaal niet waarom. Misschien heb ik gewoon per ongeluk twee keer aangeklikt. Maar heb ik ze in ieder geval gewoon op voorraad. Ja, ik hou dus heel erg van wegwerpcamera's. Ik heb besloten dat ik in de maand maart elke dag een foto ga maken met zo'n wegwerpcamera. Ze dan ga laten ontwikkelen. En dan voor het eerst gaan we kijken in een video met jullie voor multitasken. Dus ik heb alvast ingeslagen. Ik heb sowieso altijd van dit soort camera's. Dus eentje is voor de maand maart. Kan dat eigenlijk wel? Oh shit. Nou, dan moet ik misschien half verder gaan op een andere. Ik heb natuurlijk maar 27 foto's. Maar wegwerpcamera's van de Hema zijn echt prima en goede kwaliteit. Best wel voor hoever een wegwerpcamera goede kwaliteit kan hebben. Dan nog wat nodige spulletjes zoals een mini van lenzenvloeistof. En waar ik nu dus achter kom, het is echt zo dom. Ik heb denk ik per ongeluk op de webshop zeg maar twee keer op in winkelmandje stoppen geklikt en niet goed gecheckt. Want ik heb zowel van de lenzenvloeistof er twee, als van de reissetjes er twee, als van mijn haarspray er twee. En dat was niet de bedoeling. Ik vond het ook wel aan de dure kant, maar ik dacht, oké, ik heb het toch allemaal nodig. En toen heb ik het gewoon besteld. Maar nou goed, nu heb ik in ieder geval alles op voorraad. Ik heb dus ook nog zo'n reisverpakking haarspray gekocht. Ik dacht, ik maak de laatste tijd wel eens van die vlechtjes in mijn haar. En ik dacht, misschien is dat wel chill als ik dat een beetje kan sprayen voor als er veel wind is of zo. Oh ja, en hier heb ik er ook twee van. Handgel. Ik wilde graag desinfecteren in de handgel. Op reis, ik heb heel vaak dat ik dan niet mijn handen kan wassen. En dan is het chill om zoiets te hebben. Oh, ik zie wel nou dat die 125 is en niet 100. Waarom maak je dan zo'n kleine verpakking als je het wel hoger dan 100 milliliter gaat maken? Want je mag in handbagage mag je niet meer mee dan 100 milliliter. Maar dan doe ik ze denk ik gewoon, doe ik er eentje overgieten in zo'n travel set. Oké, dus dat waren mijn spulletjes van de Hema. En dan nu mijn Weekamp bestelling. Ik heb op de valreep nog een nieuw badpak gekocht. Daaruit kan je al redelijk opmerken dat we naar een warm land gaan. Maar verder vertel ik helemaal niks. Ik hoop dat ik hem pas, dat hij leuk is. Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb hem al in mijn hand, maar ik heb nog niet naar beneden gekeken. Ik ga hem niet voor jullie passen hier in de video. Dat vind ik een beetje awkward. Maar wel even laten zien. En
Dit is hem. Oh, wow. Er zitten allemaal kleurtjes in die ik helemaal niet had gezien. Wow. Ik heb al een badpak hiervan. Dit is van de Beachwear collectie. Swim, wat was het? Weekamp Beachwear collectie. Gewoon hun eigen collectie van swimwear. Maar het zijn allemaal van die corrigerende badpakken. Het werkt gewoon heel chill en het trekt alles strak. En daardoor ziet het er heel mooi uit. En dit is hem. Oh, ik vind het wel mooi eigenlijk. Ik dacht, ja, je ziet dus van die kleurtjes zo tussendoor, tussen dat zwarte. Maar op de website had ik dat helemaal niet gezien. Dus toen ik het net zag, dacht ik van, ik wil eigenlijk zwart-wit. Maar ik vind het wel heel mooi. En wat ik ook zo cool vind, is, er zit hier van dat doorschijnende, wow. Dit ruikt naar vanille. Dit zit van het doorschijnende mesh spul boven. Dus je knoopt hem hier zo achter je nek. Maar dan is de bovenkant van je hals, als het ware, van je borst, is nog bedekt met zo'n mesh ding. En aan de achterkant is het gewoon helemaal open. Ik hoop zo dat ik hem pas. En wat ik ook fijn vind, hij is aan de achterkant, zeg maar aan de binnenkant, is hij gewoon helemaal gevoerd. Er zitten al een soort van cups zitten erin, zodat het niet doorschijnt. Dat vind ik wel van heel veel badpakken van tegenwoordig. Dat er dan niet van die voorgevormde cups in zitten. En dan schijnt het gewoon door. De vormen die je hebt, schijnen door je tepels. Dus dat vind ik dan gewoon irritant. Dat wil ik niet. En bij dit gebeurt dat niet. Dus daar ben ik heel blij om. Dus deze. Really happy. En als dit de week die aflevering van deze week. Knoop eens in je oren. Binnenkort. Heel snel een nieuwe EP van mij met 3 nieuwe liedjes. 1 nieuwe clip die eraan komt. En nog 2 extra clips die er nog later aankomen. Lekker vaag allemaal. En volgende week zie je ook hoe mijn avontuur met Wander was. En waar ik ben geweest. Dus hou dat in de gaten. Bedankt voor het kijken. Love you guys. Zo erg. Zoveel. Heel veel hartjes. En tot snel. Bye.